Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video ga ik reageren op een aflevering van Brugklas waarop ik nooit heb gereageerd. En dat heeft een reden. Want in deze aflevering van weekupdate 12 van Brugklas seizoen 7 gaat Ramzi dood. Ik wilde deze video eigenlijk opnemen met Saber, zeg maar met Ramzi. Alleen dat is er nooit van gekomen. Maar op deze video heb ik dus nog nooit gereageerd. Ik heb echt zin in, jongens. Ik ga gewoon weer reageren op Brugklas. En vroeger was dat echt, waren dat bijna de enige video's die ik maakte. En ze gingen ook allemaal zo lekker. En ik weet nog dat ik het echt super leuk vond om te doen. Dus jongens, ik ga zoals ik altijd zei mijn koptelefoon weer opzetten. En we gaan gewoon kijken naar Brugklas weekupdate 12 van seizoen 7, jongens. Let's go. Oh, daar zijn we weer. Dit is lachen, joh. Milan hier. Oh. Dit was echt een hele rare week. Ja. Heel erg heftig. Ja. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Steve ging voetballen. Okay. De school heeft namelijk een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Jij hebt wel mee, toch? Ja. Oh! Wow! Wow! Oh. Hey, ik dat doe is niet. Sowieso mee. Je ja, ziet het niet, want mijn hoofd zit ervoor, maar dat is niet. Vierde? Maar ja, ik kan ook best wel goed voetballen, al zeg ik het zelf. Oké. Okay. Oh. Hey! Wow! Wow! Doe eens normaal, zeg. Als je voetbalt, dan moet je met respect voetballen. En niet elkaar om gaan gooien. Dat is echt niet leuk. Ja, helemaal niet voor dat meisje wat nu op de grond ligt. Dat is een veel te harde overtreding, hè, voor op het veld. Oké. Okay. Ja, nee. Kan je misschien 5 minuten rustig doen zonder iemand aan te vallen met je lomp gedrag? Nou, is ook niet leuk. Ben je niet een beetje gek dat de beste voetballer van een school haar 2 beste vriendinnen uitkiest om mee in een team te voetballen? Wel een beetje idioot, hè? Ja, daag je vind uit ik ook. Voor een potje paaltjesvoetbal. Nee. Ze wordt uitgedaagd voor een potje paalvoetbal. Nou, dan weet je dat het menens is, hoor. Dan gaat er echt iets gebeuren. Man, paalvoetbal. Maar het leuke is wel, degene die verliest, die staat wel een beetje voor paal. Ja. Als jij wint, mag je in het team. Maar als ik win, word je de slaaf van het team. Oh. Slaaf van het team. Oh, ja, verloren. Gefeliciteerd met de winst, je was echt heel goed. Jij was ook best wel goed. Dankjewel. Meiden, ik ga denk ik gewoon een nieuw team samenstellen. Het toernooi begint dit weekend, dus dat betekent dat we vanaf nu elke dag naar school trainen. Wat? Ja, hun willen niet echt voor de winst gaan en ik wil. En als hun dat niet willen, ja, is het hun probleem. Ah, wat lief dit. Het begint met vijandigheid en het eindigt in sportief gedrag. Kijk, zij denkt van ja, ik kan wel mijn beste vriendinnen kiezen, maar als ik wil winnen, dan moet ik gewoon de beste hebben. En daarom kiezen voor Steve. Jongens, ik vind het sportief en erg leuk einde. Hè? Op het begin slecht en het eindigt altijd mooi en goed. Perfect. Hoofddoek. De vrijdagochtend begint met het nemen van de klassenfoto's. Aandachtstrekker. Zoals jullie zien draag ik een hoofddoek. En dat komt omdat ik me meer wil bezighouden met mijn geloof. Volgens mij wil je gewoon een beetje kijken hoeveel aandacht dit oplevert. Jou zie ik in de eerste pauze bij mij op kantoor. Maar ik wil dat we hier op school tolerant zijn. En dat we respect voor elkaar hebben. Ik moet wel zeggen, Ebru, ik heb Ebru ook meegemaakt, want ik zat ook op deze school. Hè? Ja, ik zat op het Koning Willem-Alexander College. Ja, dat klopt, ja. Wow, ik zat even te twijfelen, maar het klopt. Maar ik weet wel, zij hield wel inderdaad echt van aandacht. En er was wel altijd een probleem met haar. Maar goed, we gaan zien wat er gaat gebeuren. En waarom ze een hoofddoek op heeft. Het gaat Ebru helemaal niet om haar geloof. Je denkt het. Je hebt een vermoeden. Ik wil graag dat je excuses maakt aan Ebru. Sorry voor wat ik zei bij de fotograaf. En kijk eens aan, ze heeft een hoofddoek op vandaag. Wil je de reden echt weten? Ja, eigenlijk wel. Iedereen uit mijn familie draagt een hoofddoek van de meisjes. Op eentje na. Ik dus. Oh. En ik heb geen zin om constant weer gezeikt te horen van mijn ouders dat ik het niet draag. Een beetje stom van me. Sorry. Aha, oké. Dus Ebru draagt een hoofddoek omdat zij de enige in de familie is die geen hoofddoek draagt. En ze wil haar moeder niet teleurstellen. Vandaar dat ze een hoofddoek draagt op de klassenfoto. Op de klassenfoto moet je meestal mee naar huis nemen. En dan gaat je moeder kijken van, oh, heb je weer een leuke klassenfoto? En dan ziet ze dan Ebru zonder hoofddoek. En dan denkt ze, oh, jij hebt huisarrest en jij gaat lekker op je kamer wegrotten. Dat Ebru eruit gestuurd werd. Oh nee, daar heeft ze geen hoofddoek op. De moeder staat daar. Die weet natuurlijk niet dat ze op school geen hoofddoek draagt. Helpt er, helpt er. Yeah. Ja, hier. Kijk eens, mooi. Oh, zijn ze die twee meiden de weerkaart te spelen? Ik wil je bedanken, want wat je voor mij hebt gedaan, je hebt me echt gewoon gered vandaag. Ja, jongens, ik moet zeggen, ik vind het erg lief van het meisje. Ik weet niet hoe ze heet, maar ik vind het erg lief. En toen gebeurde er iets heel heftigs. Nou jongens, nu komt het. En dat wil ik jullie gewoon even laten zien. Voordat we dit gaan kijken, wil ik even tegen jullie zeggen,
Deze dag, deze draaidag was voor ons ook best wel heftig. Ik zag Ramzi, dus zeg maar Saber is de echte acteur, was gewoon mijn maatje op de set. Zeg maar. We waren alleen maar aan het kloten en grappen aan het maken, weet je wel. En opeens moesten we een switch... opeens moesten we dus een switch gaan maken tussen kloten en klieren en gek doen. En opeens moesten we naar een foto van Ramzi kijken, want Ramzi die ging dood. En wij moesten ons als acteurs natuurlijk allemaal inleven. En dat weet ik. Ik weet nog wel, ik vond het toen op dat moment best wel lastig. Ik weet nog wel, Birgit en May en Sterre, wij vonden het allemaal wel lastig. Want je moet dan opeens gaan nadenken van, oh, weet je, Ramzi gaat dood. Maar wij zien dan een foto van Saber, weet je. Wij kennen Saber en wij denken niet aan Ramzi, Jesse, Nola's, May, gewoon een Vincent, Sterre. En op een gegeven moment moesten we naar een foto van Saber kijken en doen alsof hij overleden was. En dat was allemaal best wel heftig. Laten we maar gewoon gaan kijken. Oké, kijk. We gaan aankomende vakantie, gaan we 4 dagen naar Praag. Oh. En Fien en ik mogen allebei ons vriendje meenemen. Ik ben deze vakantie niet hier. Echt niet? Waar ga je heen? Ik heb meegedaan met de prijsvraag en de prijs was een jaartje high school in Amerika. Je gaat echt een jaar weg. Zijn er soms nog meer mensen die dit weten? Selma heeft me erbij geholpen. Selma weet het ook al. Je moeder. Mijn moeder weet het ook? Liegen is serieus het ergste wat je kan doen in je relatie. Luister, ik bedoelde het gewoon goed, ja? Oh, ik ben je super dankbaar. Rustig. Echt waar. Rot toch op, man. Ah, oké. Okay. Kijk, Birgit, dus Bo en Ramzi hebben dus in de serie, of hadden in de serie, een relatie. Bo, die mocht gewoon haar vriendje meenemen naar Praag. En Ramzi, die wilde naar Amerika, want die had een prijsvraag gewonnen dat hij dus een jaartje high school mocht doen. En daar was Bo niet zo blij mee. Nou, ik snap dat wel. Stel, Ella komt nu naar me toe en die zegt van, hey Finn, allemaal leuk en aardig, maar ik ga een jaartje weg, want ik ga lekker op school zitten. Kijk, tuurlijk, lekker doen, maar ik zou het niet leuk vinden, zeg maar. Dus ik snap haar reactie ergens wel. Maar goed, ze gaan hier dus wel uit elkaar met ruzie. Ramzi fietst weg en is boos. En Bo is ook boos. Wil je even met me meekomen? Uh-oh. Wat dan? Ramzi heeft een ongeluk gehad. Wat? Is hij? Hij ligt in het ziekenhuis, maar hij heeft een flinke klap gemaakt. Kom je even mee? Dat klinkt helemaal niet mag goed, mag Selma mee? Ja, tuurlijk. Ramzi is dus geschept door een auto. Hij heeft een gebroken been en een paar kneuzingen. Ze zeggen dat hij geluk heeft gehad. Dat betekent dus gewoon dat hij dood had kunnen zijn. Oké, dus in... Hier gaat het nog goed met hem. Hier lijkt het alleen nog maar of hij dus inderdaad wat dingen heeft gebroken. Maar hij had dus dood kunnen zijn. Ik weet nog wel, in dit ziekenhuis moesten wij ook opnemen. Ik was daar ook bij. Alleen, die scène zit er niet in volgens mij. Maar ik was hier wel bij deze dag. Dat we dus aan zijn bed gingen staan en ik had tosties voor hem meegenomen volgens mij. Maar dat was nog zeg maar het moment dat het goed met hem ging. En ja, nou ja goed. Ik ben veel aan het praten merk ik. We hadden ruzie, hij vertelde dat over Amerika die beurs... Ik werd boos en hij is weggefietst. Ja, maar dat betekent toch niet dat dit jouw schuld is, lieverd? Het is mijn schuld. Sorry, zeg maar sorry tegen hem. Ik ga... Het staat toch nergens op, Bo? Ja, ik snap deze aflevering, Bo, allemaal wel. Weet je, en hij gaat naar Amerika. Zou ik ook niet leuk vinden als je vriend of vriendin opeens naar Amerika gaat. Ook met dit soort dingen. Kijk, stel nou, ik zeg nu tegen mijn broer van... we hebben ruzie en ik zeg... Ja, rot dan lekker op, jongen. Ik hoef je nooit meer te zien. En opeens heeft hij een ongeluk. Ja, dan zou ik me ook wel schuldig voelen. Zou ik denken van ja, ik heb niet tegen hem kunnen zeggen dat ik van hem hou. En dat ik... Ja, dat soort dingen. Het lijkt me ook lastig. Heel lastig. Dus ik snap Bo wel. Bo, we gaan even naar het ziekenhuis. Het gaat niet goed met Ramzi. Selma, misschien is het goed dat jij ook meegaat. Het gaat niet goed met Ramzi. Kennelijk is er iets heel ergs misgegaan. Ja. Ze zeggen dat Ramzi hersendood is. Dan ben je niet dood, maar je wordt ook nooit meer wakker. Abouab, wat vind ik dit vreselijk voor u. Ja. Je kinderen moeten op een dag afscheid nemen van jou en niet andersom. Klopt. Ik begrijp gewoon niet. Hij zou naar Amerika gaan. Hij had zoveel plannen. Die artsen liegen hier gewoon. Hij is niet hersenen en hij wordt gewoon weer wakker. Bo, alsjeblieft. Nee, ik ben hier weg. Ik heb hier echt niks mee te maken. Zoals jullie zagen, was May, dus zeg maar... Selma. Ja, was Selma in de serie ook erg geëmotioneerd. Ik weet nog wel, May die deed het echt goed. Die kon zich heel erg inleven. Ik had er meer moeite mee om zeg maar echt emotioneel te worden en me goed in te leven. Omdat, wat ik al zei, ik zag Saber echt als een vriend en we waren alleen maar aan het kloten. En ik ben sowieso niet iemand die snel doordenkt over dat soort dingen. Jij, kijk, je hebt mensen en...
Mijn moeder heeft dat ook wel een beetje. Mam, als je kijkt, je weet het zelf ook. Weet je, dan als wij weggaan, geeft ze een extra dikke knuffel voor alles. Weet je, dan gaat ze denken, ja, maar straks... Ja, weet je, mensen kunnen soms heel erg doordenken. En ja, ik denk dat May dat ook wel heeft, waardoor ze dus echt goed speelt, zeg maar. Ze kon echt zich heel goed inleven. Maar goed, we zijn dus nu in de Rode Zaal. En hier in de Rode Zaal is een herdenkingsplaats eigenlijk voor Ramzi. Want hij is dus hersendood. En ja, dat hersendood is eigenlijk zo goed als dood. Want ja, je hersenen doen het niet meer, alleen je lijf doet het nog. En dan wordt het allemaal erg lastig. Vraag alle lessen voor de onderbouw gestaakt. En wie naar huis wilde gaan, die mocht naar huis. Naar huis, ja. Ik geloof dat niemand ging. En daarom hebben we de Rode Zaal ingericht als herdenkingsruimte. Ja, je verwacht gewoon dat je gewoon nog 80 jaar te leven hebt of zo. Niet dat alles gewoon in één klap voorbij is. Ja. Ramzi is hersendood. Dat is heel wat anders dan dood. Zijn lichaam doet het gewoon nog. Alleen zijn hersenen niet. Ja, wordt wel jongens en meisjes, het spijt me vreselijk om te moeten vertellen dat Ramzi op dit moment door machines in leven wordt gehouden. En dat zijn familie daarom heeft besloten om vanmiddag afscheid van hem te nemen. En dat betekent dat Ramzi vanmiddag zal overlijden. De laatste keer dat ik hem zag, zei ik dat ik blij was dat hij een jaar weg zou gaan. En nu gaat hij voor altijd. Ik wilde gewoon niet echt iets doen voor zijn afscheid, omdat ik helemaal geen afscheid van hem wil nemen. Voor jou is het waarschijnlijk moeilijker dan voor wie dan ook, maar wij zijn wel zijn beste vrienden. En hoe heftig het ook is, ik wil wel afscheid van hem nemen. Het is bijna 2:30 en leerlingen en leraren zijn samengekomen om hun beste herinneringen over Ramzi te delen. Ja, dit was ook wel een pittig moment. Ook voor ons als acteurs en actrices. Weet je, je bent de hele dag bezig met van Ramzi is dood en Ramzi is dood en leef je in. Maar je gaat dan toch een beetje denken van ja, Saber, zeg maar de echte acteur. Ga je denken van ja, stel nou, weet je, hij is echt dood en dan ga je inleven. Dus het was best wel een moeilijke dag voor ons allemaal om dit allemaal ook te acteren en over te brengen. Op een zo goede mogelijk manier. Maar hier staan we dus in een cirkeltje. Want hier is dus zeg maar precies op het moment, op de tijd dat Ramzi zeg maar de stekker eruit werd getrokken, gingen we dus rond een vuurkorf staan daar. En gingen we dus allemaal dingen over Ramzi zeggen die je hebt meegemaakt. Of gewoon iets wat je over Ramzi wilde zeggen. En ik zeg hier iets raars. En op het einde gebeurt iets raars. Maar jullie gaan het zien. Ramzi is de gekste goos van de hele wereld. Ramzi is een lijpe mokro gangster. Jezus, ik sta hier ook echt zo half zo. Maar weet je wat het mooie was? We kregen zeg maar zo'n een stick is dat. En dan blazen ze zeg maar, dan doe je in het, ja, hoe leg je dat uit? Ja, een soort van pen in zit en in het midden zit mint of pepermunt. Gewoon zeg maar geplet pepermunt. En dan kan je er eens doorheen blazen. En dan komen er allemaal kleine snippertjes pepermunt in je ogen, waardoor je dus gaat huilen. Dat had ik in, dus ik stond ook echt zo. Auw, ik heb pijn aan mijn oog. Maar ik zeg ook, Ramzi was een lijpe mokro gangster. Ik weet het niet. Het stond in mijn script. Ik heb dit niet bedacht. Ik weet het zelf ook niet. Maar als ik er nu zo naar terugkijk, dan denk ik ook echt van, wat zeg ik hier in godsnaam? Waar is het leukste schofje dat ik in de klas had? Het is gewoon bizar schofje. Dat je weet dat hij er zo meteen echt niet meer is. Ramzi die luisterde altijd naar muziek als hij zich niet goed voelde. Dat is wat ik nu ook wil gaan doen. Ik kan niet eens indenken hoe boos zich moet voelen. Ja, dit was dus het nummer van Busy. Blijkbaar was dit volgens het script Saber's of Ramzi's lievelingsnummer van het antwoord op je vraag is ja, 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 ja. Oh, kijk, mee, daar gaat ze weer. Tuurlijk. Bij mee komt het wel serieus echt goed over. Ik wil niet zeggen, maar... Ze is ook gewoon echt aan het huilen. Ik weet niet wat. Doet ze goed. Ramzi weet dat je van hem houdt. Hij weet waarschijnlijk ook al lang wat je wil zeggen. Dan ligt hij. Maar ik wil het toch wel zeggen. Zeg. Ik ga je missen, Ramzi. Nou. Ja. En dat was het. Ramzi is helaas overleden. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. Want de acteur die Ramzi speelt, Saber, die leeft gewoon nog.
die leeft gewoon nog. Want brugklas is dus niet echt. Dat is, het is gewoon niet echt. En sterker nog, Saber is gewoon getrouwd en heeft zelfs al een kind. Is dat even leuk om te horen? En wat trouwens ook grappig is, in het nieuwe seizoen speelt Saber dus ook. En is hij zeg maar, nu is hij docent. Maar hij heet geen Ramzi, maar het is meneer Abdouwab of zo. Voor de mensen die nu nog steeds brugklas kijken, die weten het wel. Maar ze doen dus alsof het dus de tweelingbroer is van Ramzi. Maar eigenlijk is het dus gewoon Saber. Het is gewoon, ja, het is gewoon de acteur van die ook Ramzi speelde. Maar goed, ik ga mijn koptelefoon weer afzetten. Want dit was hem alweer. En ik wil vaker met jullie naar dingetjes gaan kijken. Niet per se alleen maar brugklas, maar ook gewoon andere dingen. Dus laat weten in de reacties wat ik moet gaan kijken samen met jullie. En dan ga ik dat doen. Maar ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Dus vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.